Welkom, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag zit ik bij de CN39, dat is de hoogste uit de instapserie van Kawai. Omdat het de hoogste is, is deze zowel geschikt voor de beginnende pianist, maar ook voor de wat meer ervaren pianist die wel wat ver is, wat meer gevorderd is. Daarvoor is deze piano ook uitstekend. En dat komt onder andere doordat de vleugelsamples in zitten die ook al in de hogere CA-serie van Kawai zitten. Dus onder andere zitten de SK-concertvleugel in en de EX-concertvleugel. Op de SK laat ik nu eerst een stukje horen. De CN39 heeft ook een heel erg realistisch klavier, de Responsive Hammer 3 klavier. Het heeft nog geen houten toetsen, maar het is wel heel erg akoestisch ingericht door goede drukpuntsimulatie en doordat het erg licht aanvoelt. Daarom erg prettig om op te spelen. De CN39 heeft ook een uitstekend speakersysteem. Er zitten maar liefst 4 speakers in en 2 daarvan zitten zelfs op de bovenkant van de piano. En dat is uniek voor een piano in deze prijsklasse. Doordat de speakers op de bovenkant van de piano zitten, komt het geluid goed en helder de woonkamer in.
Naast de mooie vleugelstempels van Kawai heeft deze piano nog veel meer andere klanken. Zoals bijvoorbeeld verschillende orgelklanken, verschillende andere vleugelklanken, verschillende upright pianoklanken, maar ook elektrische piano's of zelfs klavecimbalklanken. En daar laten we nu een aantal van horen. Bedankt dat u weer keek naar de video. Mocht u nu meer willen weten over de piano, klik dan even op de link naar de website hieronder in de beschrijving. En vond u het een leuk filmpje? Doe dan even een blauw duimpje omhoog of laat even een reactie achter in de comments. En abonneer nog even op ons kanaal als u dat nog niet gedaan heeft. En dan zien we u hopelijk de volgende keer.